Geert, ik kan me zo maar voorstellen dat jij, afscheid nemend van dit team, graag afscheid had genomen met een beker in je handen. Ja, dat is een redelijk open deur. Ja, dat klopt. Uh, maar goed, niet zozeer voor mij. Ik vind dat dit team in principe uh, zoveel kwaliteit heeft dat ze met, uh, met een prijs hadden moeten afscheid nemen ja, uh, van dit jaar. En dat ik daar dan trainer van ben is leuk. Uh, maar dat hebben we niet gedaan. Dat hebben we uiteindelijk met het kampioenschap niet gedaan. Waarin ik van overtuigd ben dat wij niet minder zijn dan Ajax. En de beker hebben we dat ook weer niet voor elkaar gekregen. Ondanks dat ik, nou ja, als we naar het wedstrijdverloop kijken, dat wij die wedstrijd voor rust op slot hadden moeten gooien. Achterover hadden moeten leunen en in de counter de, de 3 of 4-0 hadden moeten maken. Nou ja, je ziet dat dat andersom gaat. Uh, we krijgen een hele dure rekening gepresenteerd voor het missen van onze kansen. Ajax scoort 22 minuten voor tijd. En gebruikt daarna uh, onze ruimte die we moeten weggeven om nog iets te forceren goed om naar 3-0 uit te lopen. Uh, een beetje um, ja, niet helemaal rechtdoend aan, uh, aan de krachtsverhoudingen. Maar Ajax staat met de beker en wij niet. En, uh, dit komt te vaak voor om te zeggen van god wat hebben we een pech gehad. Um, nou, we hebben, uh, hebben daar nog stappen te maken. Zo simpel is het. Ja, uh, ga ik nu te verder als ik zeg dat deze analyse me doet denken aan de analyses die ik dit seizoen ook vaak bij PSV1 gehoord heb? Ja, dat zou kunnen. Uh, dat, dat zou kunnen. Goed, ik, 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 hoef, ik vind niet dat daar meteen een parallel in te trekken is. Uh, wij, uh, wij, hebben, wij hebben kansen laten liggen. En ik kijk eventjes naar ons team en dat is in de Youth League geweest. En dat is met het kampioenschap en dat is uiteindelijk ook met de beker gebleken. Uh, we vergeten bijna te zeggen dat, uh, dat, dat we met een heel jong team, want het zijn bijna alleen maar eerstejaars aardjes, overal voor mee hebben gedaan. En, en uh, grote internationale toernooien ook gewonnen hebben. Uh, ik zit alleen nou nog even in de modus van verdomme wat missen we uh, een hoop kansen en, en, en ook grote kansen op prijzen. Dus uh, ik ben uh, bijna vergeten dat wij uh, eigenlijk met, uh, toch wel redelijk met opgeheven hoofd uh, terug mogen kijken op dit seizoen. Hele jonge ploeg die overal voor mee heeft gestreden. Alleen nog niet in staat blijkt om, uh, om prijzen over de streep te trekken. Nou, Daar hebben ze dan nog een jaar voor. Want het overgrote deel, ik denk 80-90 procent van deze groep, kan volgend jaar nog steeds in onder 19 uitkomen. Ze hebben allemaal een prima ontwikkeling doorgemaakt, al sneller dan, uh, dan verwacht. Ja, dat is de winst uiteindelijk die we ook geboekt hebben. Dus... Ja, ik sta hier nog steeds te balen. Maar een heel klein beetje trots zit er ook al bij. Adieu, Just. Je, je gaat de PSV verlaten. Deze jongens die willen een voetbalcarrière maken. Jij wil je trainingscarrière verder uitbouwen. Uh, waar gaan we je terugzien? Oh, je kent de voetballerij ook goed. Je loopt er ook al een aantal jaar in rond. Uh, laat ik rustig om afkomen. Laat mij eerst even mijn coach betaald voetbal halen. Laat me nog verder ontwikkelen. Dit jaar wil ik echt gaan gebruiken om me te gaan verdiepen. En dan hoop ik dat ik ergens weer boven kom drijven. Maar uh, iets plannen in de voetballerij, dat heb ik afgeleerd. Heel veel succes. Dankjewel.